Ja, goedemiddag. Jonathan Mulder speelt met zijn broertje samen, zijn een jaar jongere broertje. Ja, Jonathan is 19, Michael is 20. Zo zeggen we het goed. Amova en Matthijs zijn de andere verdedigers. Boera, Stijn en Breinburg en voorin Kishna, Verheid en Besuijen. En dat doel Koopmans. Kemper geschorst. Moreno Klas geschorst. Martens de scheidsrechter. VVV. Toch aardig op achterstand, hoewel het allemaal toch wel weer tamelijk dicht bij elkaar staat. Want mochten ze winnen vandaag, komen ze in een soort van middenmoot terecht. Die wel weer een beetje naar boven mag kijken. Schrooien speelt, Braken en Roemer, dat zijn de mannen voorin. Maar u zag op het middenveld Van Rooyen Post terug. En Kees de Boer, die een ADO verleden heeft. En een Volendam verleden. En Swansea. En VVV meteen weg aan de linkerkant. Dan moet ADO allereerst bijzetten. Dan zou het een heel vlug doelpunt kunnen zijn. Koopmans doet dat. Daar had VVV wel meer uit kunnen halen. En weer loopt daar Roemer weg uit de rug van Mulder. En dat is zijn tweede mogelijkheid binnen een paar minuten, binnen 2 minuten. Breinburg, we zoeken naar Verheid. Dat kan natuurlijk. Die beschermt de bal zodanig dat ADO van daaruit door kan. Met Stijn, die draait in kap en verrast de doelman. Die staat daar op het verkeerde been. En waar VVV 2 keer kan toeslaan, doet Stijn het razendsnel wel. Stijn, ook met een VVV-verleden, ja, zo zijn er wel wat kruisverbanden aan te leggen. Het is het goede werk van Verheid, wat eraan vooraf gaat, waar Kochlin geen vat op heeft. En dan kapt en draait. Stijn, verrast hij wel doelman Van Krooi. Bal die daar wat merkwaardig karamboleert. En Koopmans dan heel boos zijn doel uit. Wordt even tot orde geroepen. Rustig aan. Dit is een goede onderschepping. Wat levert dat op? Een tweede goal had het wel moeten zijn. Geen controle. Maar een herkansing voor Besuijen. Die krijgt hij niet, want de bal wordt voorlangs geschoten en dan de halte omhoog. Sorry, dat had ik misschien anders moeten doen. Maar dat deed Boeraar niet. Goeie loopactie. Goeie paas ook. En hier is Besuijen. Nu wel raakt. Nee. Dan deed hij het wel rustig en dan deed het netjes. Maar misschien wel een beetje te rustig en een beetje te netjes. Niet voor de eerste keer dat hij er dichtbij is, Besuijen. Verheid. Waar is de bal? Denkt Van Krooijen. Dat maar niet. Ja, dat loopt goed af. Heel een raar momentje daar voor het doel van VVV. Waar ADO bijna van profiteert. Mulder weggestuurd. En dat roept er ook bij, maar die laat het gaan. En dus kan Verheid hier koppen. Dat was een aardig end uit de richting. Dat is eigenlijk een keer een duidelijke winst voor Van Dijk ten opzichte van die bal. Verheid. Post. Maar een balletje. En dit is toch een goede kans. Niet besteed. Een man die wel een duim geeft. Aan Post.
Er zit allemaal niet zo heel veel verschil tussen. Alleen ADO leidt. En daar probeert Verheid het in één keer. Het is dan boos. Dat dat niet lukt. Nou, dat lukt er niet zo heel veel hoor. Om zo de bal vanuit de lucht in één keer ook vol te nemen. Goede rustige beweging. Waar ADO hier aan de rechterkant door kan. Dat is rustig gedaan van Matthijs Stijn. Amova, bal goed en hard neergelegd. En niet onaardig. Hoe raar, maar het is van een behoorlijke afstand. Matthijs. Dat kan en dat kan altijd. Verheid die hem even van het hoofd liet glijden. Stijn. Maakt er nog wat van. Krishna, goed balletje terug op Boeraar. En aan Van Krooy voorbij. Bessuyen was daar te laat. Of de bal was er te vlug. Dat kan natuurlijk ook. Roemer gaat er dan uit. En dat Braken vertrekt, dat verbaast wat minder. Het speelde bepaald geen gelukkige wedstrijd. Levi Smans die al een keer scoorde. Een keer een assist verzorgen. Van Rooij. Goed geopend naar de rechterkant. Daar ligt het een beetje open. Er is wat ruimte. En dus is dit een goede ingreep van Koopmans. Die was nodig ook. Verheijen was er daar dichtbij. Voorzet van Dekker. Hier door Van Rooij de ruimte gevonden. En dan is VVV voor het eerst na lange tijd. Want in de eerste twee minuten weer gevaarlijk. Zo zie je. ADO is de bovenliggende partij in een overigens matige tweede helft tot nu toe, aan beide kanten. En VVV laat zich ineens zien. Koopmans die even een stapje terug doet en dan bijna geklopt wordt. Schot wordt nog geblokt. Nu was het Smans. Ja, dat zijn goede invalbeurten. Hier is Stijn. En daar toch wel de kans op een tweede treffer. Maar hij schuift hem wat zachtjes naar binnen, Boeraar. Krishna. Loopactie weer van Stijn. Nou, voordat hij echt goed wegdraait, wordt die bal goed onderschept. Er is een beetje rekening mee gehouden door Dekker. Wijnburg. Maar dan de drukte in. Ja, Krishna komt toch een end en wordt dan vastgehouden. Ja, penalty. Martens weet het zeker. Staat er vlakbij. Goede individuele actie. En het lijkt kansloos wat ADO daar doet. Door het midden heen proberen door te combineren. Maar dan komt er een opening en is Krishna daar. En is het aan Verheid om ADO de voorsprong te laten verdubbelen. Verheid. Ja. Geen enkele aarzeling. Bal gedecideerd in de hoek waar Van Krooy ook wel naartoe gaat. Maar ja, dat maakt niet uit. Hij schiet hem zo goed in. Maakt zijn negende van het seizoen. Een doelpunt en een assist voor hem vandaag. Jannik Leliendal komt. Hij is last. Jansen. Leliendal een verdediger, dus voor een verdediger. Dat Jansen niet verder komt.
Stijn. En weer was het Verheid die dat won. Dit is ruim bemeten. Een aardige poging. Daar is ruimte. Er is ook nog verder uit dat liggen kan. Dan moet je de bal niet helemaal eerst brengen. Dat gebeurt wel. Bessuijen. Boer die hem daarin brengt. Stijn. Bessuijen. Kiesna. Ja, niet onaardig. De bal viel een beetje tussen Stijn. En rijdt hij. Boera. En nu, Stijn moet uit de draai. En dat ging wel. Alleen hij raakt de bal niet vol. Dus wordt het een slap rolletje. En de ruimte voor Katic. Die kijkt. Dan kan het ook zelf doen. Ja. Het schot niet genoeg naar de hoek. Wel hard, maar eigenlijk wel lekker voor een doelman. Amover. Verheid blesseert daar tegenstander terwijl hij de bal doorspeelt. En maakt deze enorm artistiek verantwoorde omhaal. Wel een stuk naast. Zal wel zijn, zeg. Die is ook nog eens in poerploerde. Dat is even Bessuijen die er op de grond zat. Ja, dit is in ieder geval een mogelijkheid voor de Boer, wilde ik zeggen. Maar pas in de ricochet. Niet op het moment dat hij hem eigenlijk had moeten krijgen. Toen zat de tegenstander ertussen. Stijn opende de score in de vierde minuut. En na rust was het Verheid uit een strafschop. Die voor 2-0 zorgt. Een overtuigende, een dik verdiende overwinning voor Aden Den Haag. Niks op af te dingen.